5, 8. Net de veiligheid, jongens. Met een vloeistof weg. Kunnen personen binnen zitten? Dat is allemaal niet bekend. Tijdens de oefening is het de bedoeling dat men de brand van twee zijden inpakt. Zo heet het in vaktermen, en de slachtoffer redden. Dus in principe gaan we eerst voor de redding en dan gaan we de brand lossen. Dus als je dat op de goede manier doet, ben je misschien wel kampioen. Oké, daar kunnen wij zelfs naar binnen, meneer. Onder. Daaronder? Ja. Die persoon zit ook nog binnen daar ook? Ja, maar waar is het, weet ik niet. Ja, we hebben de brand geblust en de slachtoffer gered, dus dat is gebeurd. Binnen de tijd? Ja, volgens mij wel. De jeugdbrandweer is een kweekvijver voor de brandweer. Dus we proberen om te kijken of de jeugd geschikt is. En als ze geschikt zijn, proberen we ze door te laten stromen naar de vrijwilligers.